De zorgprofessional van morgen, hoe wordt die vandaag opgeleid? Studenten verpleegkunde ervaren met virtual reality hoe het is om autisme te hebben. En ik zou zeggen, kijk daar maar eens rond. Start de app op. Doe me je bril en zet hem maar eens op. Ja, je hebt altijd wel een beeld van wat er wordt gezegd over autisme. Dus ja, je hebt heel veel prikkels om je heen, dat soort dingen. Maar met deze virtual reality, waar zit echt heel duidelijk van die prikkels. Bijvoorbeeld het licht was heel fel, je had mensen die praten, je zat in een hele drukke ruimte. En eigenlijk kreeg je er vrij weinig van mee en toch kwam alles binnen. Toen ik deze bril op had, dacht ik wel, wow, als je hier heel de dag mee rondloopt, dan kan ik me heel erg goed voorstellen dat het heel vermoeiend is. Dat je op een gegeven moment echt iets hebt van, ik wil even in een rustige omgeving. Dus dat vond ik heel, heel intensief eigenlijk. De student heeft eigenlijk de ervaring van de zorgvrager zelf, van de persoon met autisme, zodat hij precies weet inderdaad wat er eigenlijk zo bij zo'n persoon eigenlijk speelt. Zodat je als zorgverlener daar nog beter op in kunt spelen. Ik weet nu hoe intensief het is om dat te hebben, dus dat ik ook echt duidelijk moet zijn naar die mensen, dat zal denk ik wel veranderen, ja.